Wat is beleggen? Ja, beleggen dat is geld voor de lange termijn wegzetten. En veel mensen doen dat ook met een concreet doel voor ogen. En lange termijn, dan heb ik het toch wel over een termijn van 10 jaar of langer. Waarbij mensen bewust een bepaald risico nemen in de hoop dat ze daarmee een hoger rendement maken. En een veel gehoord misverstand, of eigenlijk een misverstand wat bij veel mensen speelt, is dat beleggen hetzelfde is als speculeren. Maar speculeren is vandaag iets aankopen voor 100 euro in de hoop het over 2 of 3 maanden met een forse winst weer te kunnen verkopen. Nou, een echte belegger die kijkt daar eigenlijk niet naar. Het is natuurlijk leuk om op de korte termijn een mooie winst op papier te kunnen boeken. Maar waar het om gaat is dat iets over 10 of over 20 jaar echt substantieel veel meer geld waard is. Aan welke beleggingsdoelen moet ik dan denken? Nou, beleggingsdoelen op de langere termijn, daar zijn er meerdere van. Maar wat ik altijd een hele voor de hand liggende vind, is het aflossen van de hypotheek. Als mensen een huis kopen, dan nemen ze een hypotheek erbij en die moet dan vaak na 30 jaar weer afgelost worden. Dat betekent dat je heel lang de tijd hebt. Dus op het moment dat je dan geld in beleggingen stopt, dan heeft dat ook ruim de tijd om een rendement op te leveren. Het kan best zijn dat er tussentijds eens een keer een waardedaling is van 30% of een stijging is van 40%. Maar waar het om gaat is dat het op de langere termijn uitmiddelt naar een rendement van, laten we zeggen, ergens tussen de 7% en 9% per jaar. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je dan in die laatste jaren van de looptijd, laten we zeggen toch wel 1 jaar of 10 voordat de hypotheek echt afgelost moet worden, ook het risico gaat afbouwen. Dus dat je dan de risicodragende beleggingen langzamerhand gaat overhevelen naar wat meer risicomijdende beleggingen, zoals bijvoorbeeld obligaties. En dan weet je ook steeds zekerder dat je dat einddoel gaat halen. Het gaat dus om de lange termijn. Waarin kan ik dan het beste beleggen? Nou, als je het hebt over beleggen, dan wil ik eigenlijk de 3 belangrijkste beleggingsmogelijkheden even de revue laten passeren. Dus als we kijken naar aandelen, ik heb dat nog even samengevat in het volgende plaatje. Dan word ik dus mede-eigenaar van een bedrijf. Betekent ook dat ik profiteer van de goede resultaten van het bedrijf, maar ook de risico's loop. Houd er altijd rekening mee. Dat mijn rendement zal bestaan uit koerswinst aan de ene kant, maar dat die bedrijven tussentijds ook wel eens een stuk van de winst uitkeren als dividend. Dus ik krijg ook wat inkomen eruit. Dat noemen we dividend. Dat het goed spreiden van de beleggingen een heel wezenlijk punt is. Dat mensen daar echt altijd goed naar moeten kijken. Dus dat beleggingsfondsen en eventueel ook indexfondsen een voor de hand liggende keuze zijn. Alleen mensen met miljoenen te beleggen zouden misschien kunnen kijken naar individuele aandelen. Voor mensen die wat minder te beleggen hebben, zou ik zeggen kies gewoon voor beleggingsfondsen. Kijk naar een rendement, als je reëel bent, ergens tussen de 7% en 9% op jaarbasis. En dat is dat inclusieve dividend. Dat lijkt misschien wat aan de bescheiden kant, maar je kunt altijd maar beter uitgaan van een wat lagere verwachting naar de toekomst toe. Ik heb altijd liever een meevaller dan een tegenvaller. En het is nog maar de vraag of we het op de langere termijn ook gaan halen. En het belangrijke is dat mensen niet in paniek moeten raken als er forse koersschommelingen zijn. En die paniek die ontstaat soms als de koersen hard naar beneden gaan. Dat is begrijpelijk. Maar het gekke is dat mensen soms ook in paniek raken als de koersen hard omhoog gaan. En dan denken van, goh, moet ik niet toch alvast gaan verkopen? Nee, hou het ook dan vast voor de langere termijn, maar we houden wel altijd spreiding goed in de gaten. Nou, de tweede beleggingscategorie waar we bij stil moeten staan, een hele belangrijke, dat zijn obligaties. Als we het hebben over obligaties, dan gaat het dus om een verhandelbare vordering. Dus ik leen geld uit, maar ik kan het wel dagelijks verhandelen op de beurs. Ik leen dat geld aan een bedrijf of aan een overheid. Die van de overheid, dat zijn de meest veilige obligaties, dat noemen we dan de staatsobligaties. Bedrijfsobligaties, daar moet je echt een inschatting maken van het risico. Er zijn bedrijven met heel weinig risico, het bekendste voorbeeld is Rabobank, maar er zijn ook bedrijven met een veel hoger risico. En dan zal de rente dan ook hoger zijn, maar ook de kans dat het fout gaat is wat hoger. Dus meer risico betekent ook een hogere rente. Obligaties die hebben als belangrijk kenmerk dat ze wat minder risico kennen dan aandelen. Nou, dat vertaalt zich ook naar het rendement. Dat ligt gewoon een paar procent lager dan bij aandelen. En als ik beleg in bedrijfsobligaties, dan zou ik zeggen van nou, kies voor een beleggingsfonds. Dan heb ik in ieder geval goede spreiding. Dus als een van die bedrijven in de problemen komt, dan ben ik die obligatie misschien wel kwijt. Maar heb ik gelukkig nog een heleboel andere obligaties die wel uitbetalen. En als laatste aandachtspunt, kijk goed naar de kosten van een beleggingsfonds als het gaat om beleggen in obligaties. Juist als de rendementen laag zijn, dan is het ook van belang om in iets te beleggen wat met lage kosten opereert. Nou, de derde belangrijke beleggingscategorie die ik wil behandelen, dat is onroerend goed.
Dan gaat het om een belegging in winkels, kantoren, bedrijfspanden, in ieder geval verhuurd vastgoed. De huurinkomsten, ja, die bepalen uiteindelijk na aftrek van alle kosten het rendement wat uitgekeerd kan worden. En ja, daarnaast heb ik natuurlijk nog de kans op een waardestijging van het onroerend goed. Dat kan ook interessant zijn. Dat was in het verleden interessant. Dat kan in de toekomst ook interessant blijven. Er zitten wel risico's aan vast. Een waardedaling kan natuurlijk voorkomen. En leegstand is een belangrijk risico. Als een huurder opzegt en ik vind geen nieuwe huurder, ja, dan ontvang ik ook geen huur, terwijl de kosten wel doorlopen. Dus dat is wel iets waar mensen goed rekening mee moeten houden. Als je gaat kijken naar het risico van beleggen in onroerend goed, dan zit dat ergens tussen obligaties en aandelen in. Dus dat is toch wel een bepaald extra risico wat ik toevoeg, maar wat minder dan bij de aandelenbeleggingen. Rendementen, hou rekening met rendementen van tussen de 6 en de 8% per jaar. En uiteindelijk is het heel erg van belang ook hier weer om goed te spreiden. Dus ik zou zeggen van beleg het liefst gewoon via een beleggingsfonds in onroerend goed. Want dan participeer je meteen in honderden en soms wel duizenden bedrijfspanden. Hoe kan een belegger verstandig omgaan met de risico's? Ik heb het belangrijkste nog eens eventjes samengevat. Belangrijk is dus om een mix te maken van de verschillende beleggingen en daarin het risico af te bouwen naarmate de looptijd korter wordt. Zorg dus voor een goede spreiding, niet alleen over aandelen, obligaties en onroerend goed, maar ook binnen de aandelen, obligaties en het onroerend goed. Dus werk het liefst met beleggingsfondsen. Het afbouwen van het risico als de tijd korter is, dat is dus een heel wezenlijk element. En daar gaan veel mensen toch de fout in, dus hou dat goed in de gaten. Ja, en wat ik altijd zeg, van zorg ervoor dat je goed kunt blijven slapen. Zorg er ook voor dat je geen risico's neemt waardoor je ineens in paniek raakt en een hele onrustige tijd meemaakt. En een aantal mensen hebben natuurlijk in 2008 en 2009 dat wel aan den lijve ondervonden. Betekent dus ook dat paniek een slechte raadgever is. Dat leidt er toch heel vaak toe dat mensen op het dieptepunt van de markt uiteindelijk hun aandelen verkopen. En vervolgens vergeten in te stappen als de markt weer een herstel maakt. Dus zorg ervoor dat je het gewoon op de langere termijn aanhoudt, geen paniekbeslissingen neemt. En ook niet, als het wel hard stijgt, te vroeg alweer afscheid neemt van de aandelen. Want dat kan op de langere termijn toch heel veel rendement kosten. En dat is dus eigenlijk de kern van mijn boodschap. Het gaat om het rendement op de langere termijn. Dus zorg ervoor dat je dat ook steeds voor ogen houdt. En ga nou niet kijken naar de resultaten over een periode van een maand of 3 maanden of 6 maanden. Het gaat erom dat resultaat na 10, 20 of 30 jaar.